Ja, en evenementen natuurlijk, hè. Vooral dit soort evenementen is het erg leuk om, om Twitter ook in de gaten te houden. Je kunt er heel goed op inspelen, op dingen die je voorbij ziet komen. En ook weer de andere mensen, bijvoorbeeld in de zaal, als je nu over mij getwitterd wordt misschien, dan kun je echt meteen zien van, oh wat leuk, die zit er ook. Nou, die kan je meteen gaan volgen. Hartstikke handig. Twitter kun je natuurlijk ook weer integreren in alle andere netwerken. Heel handig, want helemaal als je op meerdere netwerken zit, komt het wel eens voor dat je op één netwerk wat minder actief bent, maar je vindt het wel belangrijk dat je daar aanwezig bent. Dus zorg ervoor dat je Twitter eraan koppelt. Dat kan in de meeste gevallen. Dan lijkt het in ieder geval alsof je daar wat actiever bent. En op die manier ben je toch op al die netwerken aanwezig. Facebook. Facebook wordt natuurlijk steeds groter. Het groeit ontzettend hard hier in Nederland. Facebook wordt steeds vaker zakelijk gebruikt. Valt me op dat heel veel mensen bij info nog niet hun zakelijke info hebben staan. Dus daar zat alleen maar een naam en een leeftijd en verder helemaal niks. Dat soort dingen tellen ook allemaal mee. Dus zorg dat je je profiel in het infogedeelte goed invult. Dan kun je ook je functie kwijt of je omschrijving van wat jij doet. En uiteraard een linkje naar je website. Ook dat telt weer mee. Je hebt op Facebook heb je groepen en pagina's. Een groep en een pagina, dat lijkt best wel heel erg op elkaar. Het enige verschil is met een groep, is dat de mensen daar ook onderling leuk met elkaar kunnen communiceren. Er hangt een forum aan waar discussies gestart kunnen worden. Verder is er weinig verschil. Je kunt bij groepen wel een bericht sturen naar al je leden, want dat zijn echt leden. En pagina's is tegenwoordig echt meer om aan te geven dat je fan bent van een merk. Als jouw bedrijf of jouw merk nog geen pagina heeft, maak hem aan. Want mensen, je kunt er gek niet bedenken of ze willen er fan van zijn. Of in ieder geval aangeven dat ze er fan van zijn. Dus zorg dat je daar ook aanwezig bent. Je kunt daar ook automatisch informatie aanhangen. Dus je kunt bijvoorbeeld, als je een blog bijhoudt, je blog eraan koppelen. Facebook kun je natuurlijk ook adverteren. Zeker de moeite waard om daar eens naar te gaan kijken als je dat nog niet hebt gedaan. Er zijn heel veel mogelijkheden wat betreft adverteren op Facebook. We kennen allemaal natuurlijk de bannetjes aan de zijkant. Nou, die zijn wat kleiner. Maar je kunt, dat natuurlijk ook een open API is, hè? Je kunt zelf een programmeur erop zetten. Dus je kunt daar hele mooie dingen voor bedenken om een gave campagne op Facebook op te zetten. En doordat er natuurlijk zoveel mensen op Facebook zitten en dat ook allemaal weer gaan liken en doorsturen, kan dat een heel groot succes zijn. Ligt wel een beetje aan je doelgroep natuurlijk, maar zeker de moeite waard om daar eens naar te gaan kijken. Foursquare is een incheckdienst. En Foursquare koppel je aan je Twitter-account. Foursquare wordt ook gebruikt door Twitteraars. En Facebook kan je hem ook aan koppelen. Het enige wat Foursquare doet, is dat jij de mogelijkheid hebt om als je ergens aanwezig bent, om te laten weten van, hé jongens, ik ben hier. Dan kan je inchecken en dan kun je laten zien aan iedereen in jouw netwerk dat jij daar op dat moment bent. Nou, dan hebben echt mensen zoiets van, oké, waarom moet je dat in godsnaam vertellen? Nou, dat is gewoon leuk, het is een spelletje. Het is ook echt een spelletje, omdat je ook bijvoorbeeld mayor kunt worden van een locatie. Dus ja, de burgemeester van die plek. Dus als je heel vaak in diezelfde kroeg komt, dan ben jij op een gegeven moment de mayor, want jij komt daar het vaakst. Nou, dat is het leuke, het fun aspect van Foursquare. Dus ja, een incheckdienst. Maar, heel erg interessant voor bedrijven. Foursquare groeit momenteel razendsnel. En men begint dat nu te begrijpen. Je profiel op Foursquare, dat is even vanaf de gebruikerskant gezien. Dit is mijn profiel. Een tijdje geleden. En dat geeft verder niet heel veel informatie. Er staat waar ik vandaan kom en hoe vaak ik ingecheckt ben en welke badges ik heb verdiend. Want je kunt badges verdienen als je heel vaak ergens komt of als je op een bijzondere plek bent. Ik was bijvoorbeeld laatst op een boot. Nou, dus ik krijg een bootbadge. Nou, helemaal leuk, hè? Daar ben je heel blij van. Maar daar gaat het niet om. Dus eventjes dat jullie weten hoe dat in elkaar zit. Want vanaf de locatiekant is het heel erg interessant. Je kunt namelijk sinds kort als locatie-eigenaar aangeven dat dat jouw locatie is. En daarmee een eigen bedrijfsaccount op Foursquare krijgen, waarin je heel interessante informatie te zien krijgt. Want al die mensen completer maken, in ieder geval kloppend maken, want die locaties die worden in instantie aangemaakt door de Foursquare-gebruiker zelf. Dus zorg ervoor dat in ieder geval jouw correcte informatie daarop staat. Als mensen het zelf hebben aangemaakt, kan er namelijk nog alles wat raars op staan. Dus claim die locatie en zet er de juiste informatie op. Het leuke daarvan is dat je daarboven bij de bedrijfsinformatie ook meteen een Facebook en een Twitter eraan kan hangen.
Zodat de mensen die bij jouw locatie inchecken ook meteen kunnen zien, hé, wat leuk, ze zitten ook op Twitter of ze zitten ook op Facebook. Kunnen meteen aangeven dat ze fan zijn van jouw locatie. Ja, die statistieken. Als je hebt aangegeven dat je eigenaar bent van die locatie, kun je uitgebreide statistieken zien. Ja, die mensen die checken bij jou in. Dus je kunt precies zien wie er dan bij jou inchecken en hoe vaak ze komen en wanneer ze komen en met wie ze dan komen. Hartstikke handige informatie die je gewoon ja, gratis ter beschikking krijgt. Een laatste, hele leuke en wat heel groot gaat worden, is dat je acties en aanbiedingen kunt koppelen aan jouw locatie. En dat is dus niet meer spammen, want mensen krijgen die aanbieding pas te zien op het moment dat ze inchecken in jouw locatie. Dus dan zijn ze er al, dan wilden ze er al zijn. Dit is het voorbeeld van Selectus. Selectus heeft het al heel goed begrepen. Is er iemand van Selectus in de zaal misschien? Hé, jammer, als kon ik het zelf vertellen. Selectus heeft het heel goed begrepen. Selectus die heeft hier ook een leuke actie staan. Je krijgt een free bestseller als je 10 keer ingecheckt hebt. Dus op het moment dat je voor de 10e keer incheckt bij Selectus, krijg jij een gratis boek. Nou, andere bedrijven, horecabedrijven, die zeggen bijvoorbeeld, nou, de mayor van deze locatie, die krijgt van ons gratis drankjes voor zijn hele tafel. Allemaal kleine dingetjes. Het leuke is dat het dus echt een gewenste aanbieding is. Want je checkt daarin, je bent er al en dan zit je er wel op te wachten. Wat je ook nog kunt doen, is die aanbieding, als iemand heeft aangegeven dat ze sowieso openstaan voor aanbiedingen, heb ik zelf ook, dan is die aanbieding ook zichtbaar als je bijvoorbeeld bij de buren incheckt. Ik was laatst in Amsterdam, toen ging ik naar het Smits Koffiehuis, daar bij het Centraal Station, en daar checkte ik in. En even verderop stond was een heel klein winkeltje, ik weet niet eens hoe het heet, het was een kledingwinkeltje. En ik check in bij Smits Koffiehuis en ik kreeg meteen een aanbieding van, hey joh, 100 meter verderop zijn de spijkerbroeken in de aanbieding. Nou, het is maar net of je erop zit te wachten, maar als je aan het winkelen bent en dus de hele Kalverstraat afgaat, dan zijn die aanbiedingen misschien wel welkom. En je moet ze ook zelf aanzetten, dus degene die aanbieding krijgen, ja, die staan daar al voor open. Dus echt mijn grote aanrader, ga met Foursquare wat doen. Geniet van de dag en ja, dank jullie wel.